No. Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ben ik weer, zondagmorgen. Het is voor mij gevoelsmatig al bijna zondagmiddag. Ja. Dat klinkt dan zo bizar. Maar het volgende is aan de gang. En dat heb ik weten ook. Ik heb vanmorgen om 4 uur ben ik opgestaan, 3:30. Om uiteindelijk om 4:30 mijn zoon naar Düsseldorf te brengen. Naar het vliegveld. Die ging met vakantie. Mooi. Nou, dan zit je in een dilemma, dan kom je terug. Ergens, ruwe schatting, rond 7:30. Dan kom je dan ongeveer thuis. Nou, so far so good. Dat gaat. Maar dan. Dan begin je met lopen en dan uiteindelijk, het gaat gewoon niet. Je zit gewoon niet in dat ritme. Ik heb 1 rondje gelopen, nou het was gewoon echt bij de beesten af. Nee, het was not funny anymore. Dus nu ben ik onderweg naar de gym. Want omdat ik dus nu in het bos. Natuurlijk had ik in het bos naar die oefeningen kunnen doen, maar dan heb ik zoiets van, oké, de lopen is niet gelukt. Dan schrap alles, dan ga ik nou even lekker naar de gym, dan ga ik daar eventjes wat aan de gewichten trekken en dan is het ook goed. Tenminste, dat is dan weer een gevoelsmatig stukje, maar dan vind ik het eigenlijk ook wel goed. Dan heb ik toch in ieder geval voldaan aan mijn sportieve activiteiten op de zondagmorgen. Dus... ja, dat. Maar goed. Toen was er ook nog eens een keer het feit dat mijn zoon dus op een gegeven moment belde van... dus het is al misgegaan, bla bla. Afijn, de vlucht moest omgeboekt worden, was hij stond niet in het schema. Heb je alweer iets. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt en vliegen ze in plaats van 9:15. En accommodatie en alles, dat zou gewoon normaal goed moeten lopen. Dat hadden ze gecheckt. Dat stond wel allemaal goed, het ging alleen met de vlucht. Er was vergeten door te geven aan, volgens mij was dat vakantiediscounter of zo. Dat de vlucht die zij moesten nemen, dus eigenlijk niet om 9:00, maar dus om 10:45 had moeten plaatsvinden. Of zoiets dergelijks, in die geest. Maar goed, uiteindelijk is het zo dat het is gelukt is en dat ze gewoon in ieder geval op vakantie kunnen gaan. Het is natuurlijk al leuk als het allemaal niet goed zou gaan en ik zou ze zeg maar weer op kunnen gaan halen in Düsseldorf. Dat is helemaal niks. Maar goed, zoals ik al zeg, ze kunnen in ieder geval gaan. Lekker op vakantie. En dan moet ze 6 augustus, ja volgens mij is dat 6 augustus, moet ze weer ophalen. En dan, dan moet je maar kijken. Ik hoop in ieder geval dat ze zo veranderd krijgen dat ze ook hun vertrek nu ook langer hebben. Dus niet dat ze... ze komen nu zeg maar ongeveer ruim 2 uur later komen ze aan. Dus hebben ze ook 2 uur minder vakantietijd. En het zou een beetje lullig zijn als ze dat nou niet gaan veranderen. Dus dat ze zeg maar, dat ze zeg maar de normale tijd weggaan. Dus dan hebben ze gewoon 2 uur minder lang vakantie. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Maar goed, zover ik dat begreep had, was dat allemaal wel geregeld. Dat ze dat gingen regelen. En dan is even afwachten. Dus ik hoop in ieder geval wel dat ze het toch nog naar de zin hebben, ondanks dit gedoe. Het is altijd wel wat met vakantievluchten. De ene die heeft eigenlijk nooit last van, de andere die krijgt er steeds weer last van dit soort lulligheden. Ik weet dat toen we naar Griekenland waren geweest voor 3 jaar terug. Toen hadden we ook iets met een booking wat niet helemaal door was gekomen. Je gaat allemaal online dingen bestellen. Je krijgt op een gegeven moment je tickets notabene. Het staat allemaal op de tickets. Dus je hebt je tickets, het staat erop. En dan komen we bij de balie aan en van, dat klopt dus niet.
Ja, en dan? Maar goed, ook dat was geregeld en dat hadden ze maar keurig netjes opgelost. Maar het is wel iedere keer dat je gewoon niet daar naartoe kan gaan. Naar het vliegveld en alles is oké, boarding klaar en doorlopen. Dat is vervelend op het moment dat je dat treft. Maar goed, dat zei je zo. Nou, ik ben aangekomen bij de gym. Dus gaan we even de spulletjes pakken. En dan gaan we nog even lekker gymmen. Gaan we nog even. Dus, ik zeg de groetjes en tot de volgende keer. Ik zeg, tjoe.